lieve vissen, bij jullie reading van oktober. Allereerst wil ik jullie bedanken voor de vele likes, de steun op dit kanaal, de vele liefdevolle warme berichten, de vele nieuwe abonnees, donaties, vele verzoeken voor coaching, begeleiding, rijke healingen. Dankjewel daarvoor. Maar ook jullie massale steun op mijn tweede Engelstalige kanaal, Philomena's Tarot. En ik heb inmiddels ook sinds 1 september twee andere Nederlandstalige kanalen geopend. De Tweeling en de Boogschutter kanaal. Voor nog meer gratis readingen heb ik voor jullie, speciaal voor jullie, hier een opsomming gemaakt van die kanalen. Zodat je dus daar een kijkje kunt gaan nemen. En kunt gaan kijken van, resoneert dit ook met mij? Ik zou het enorm fijn vinden als je je zou abonneren, want dan kan je de kanaal ondersteunen. En hoe meer abonnees ik heb, hoe meer ik daar mag posten. Alle nieuwe kijkers, vandaag gebruik ik voor deze reading de Kipperdeck en de Golden Art Nouveau Tarot. Allereerst wil ik jullie welkom heten op mijn kanaal. Ik hoop dat het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert, want dan zit namelijk jouw energie in het kanaal. Bovendien, als je op het belletje klikt, hoef je ook niks meer te missen. Ik maak meerdere readingen op een dag, werk ook in het weekend, dus dan ben je helemaal up to date. Angels, archangels, spirit guides, ancestors, wat mogen wij weten voor onze lieve vissen? Ik heb het gevoel dat er een verandering op komst is, een transformatie misschien ook wel, voor de vis. Officieel persoon. Distant horizon. Het huis. En mature man. Kan zijn dat je een officiële persoon of instantie in de haak moet gaan slaan om het een en ander te regelen. Kan een advocaat zijn, kan politie zijn, kan het gezag zijn over kinderen bijvoorbeeld. Kan zijn dat koud en afstandelijkheid afstand voelt. Tussen jou en je partner. Het is niet meer een warm huiselijke gevoel. Je maakt duidelijk de beslissing om te gaan scheiden. En dat brengt verandering bij je. Het kan goed zijn dat je daar heel veel van gaat leren. Dat je snel volwassen wordt door alles wat er op je afkomt. Wat mogen wij weten over deze officiële persoon? Kan zijn dat je te maken hebt met een vuurteken, een ram, een leeuw of een boogschutter. Iemand met veel passie, veel drive. Iemand die graag met je wil samenwerken. En dit is de schildknaap van staven. Iemand die komt met goed nieuws. Kan zijn dat de advocaat met goed nieuws komt of politie komt met goed nieuws. Na dat goede nieuws gaat alles in sneltreinvaart. Wat gaat er precies in sneltreinvaart? Het regelen van veel geld. Kan gaan om een nalatenschap. Kan zijn dat er een vader is of iemand die al een huwelijk heeft, dat dat geregeld gaat worden. Het was een toxische connectie in ieder geval, daar komt een einde aan. En dat is de wens die in vervulling gaat bij de vis. Wat mogen we weten over Distant Horizon? Er zat al lang heel veel afstand tussen jullie, maar nooit echt de stap gezet om dit definitief te beëindigen tussen jou en je partner. Kan zijn dat er kinderen in het spel zijn. Koud en afstandelijk werd je partner. Altijd maar controle willen hebben. Je hebt nu duidelijk gekozen voor iemand anders, een tweeling. En je voelt daar heel veel stabiliteit bij. Dus zodra dit achter de rug is, kan je een nieuw begin gaan maken met je tweeling.
Wat mogen wij weten over het huis? Het kan goed zijn dat dat binnenkort verkocht gaat worden. Dat jullie spijt hebben van het feit dat je het huis gekocht hebt. Maar goed, dat weet je allemaal van tevoren niet. Vele afspraken worden gemaakt rondom het huis. Kan zijn dat het lang geduurd heeft eer dat het huis verkocht werd. Dat dat eigenlijk een blok was. Maar dat je dat nu kan gaan afsluiten en dat je verder kunt met je nieuwe liefde. Wat mogen wij weten over deze volwassen man? Ja, die heeft veel pijn en verdriet. Die is snel volwassen moeten worden. Er komt een nieuw begin aan. Een einde aan pijn, verdriet, leugens, bedrog. Een beslissing is genomen. Met betrekking tot het huwelijk, dat dat nu achter de rug is en dat daar nu heling plaatsvindt. Kan zijn dat nu de wensen uit gaan komen, nu dat het moeilijkste achter de rug is. Dan moet er nog altijd wel heling komen voordat je, hè, want een echtscheiding is niet niks. Dus je moet wel even terug bekomen voordat je daadwerkelijk liefde aan iemand anders kan schenken. Anders ga je te snel. En ja, dan ga je ook juggelen. Dat moet je ook niet willen. Het kan zijn dat de partner daar nog wel wat twijfels over heeft, over wel of niet medewerking verlenen, omdat het vrij snel gaat. Ook kan het zijn dat de andere dat niet aanziet komen. Wat mag ik nog meer weten over de toekomst? De toekomst. Er komt dus een grote transformatie. Dat voelde ik net al aankomen. Vandaar ik zei een grote verandering of een transformatie. Die transformatie heeft heel lang op zich laten wachten. Het kan goed zijn dat je eindelijk single bent, dat je eindelijk verder kunt. En dat je eindelijk richting jouw koningin van munten kunt gaan. Iemand waarvan jij vindt en denkt dat je daar wel een stabiele relatie mee kunt gaan opbouwen. Die wil jij de liefde gaan schenken. Substantieel aanbod doen. Iets waar je lang op hebt gewacht. En eindelijk zie je ook daar potentie in. Dat je zover bent. Einde aan bedrog en leugens. Je hebt geheeld of je neemt tijd om te helen. Het kan zijn dat deze persoon jou altijd in de gaten is blijven houden. Maar wel stilgebleven is. Niks heeft laten doorschemeren. Niks heeft laten merken. Totdat definitief dat einde er zou komen. En nu moeten ze zich temmen om jou niet gelijk met een aanbod te overweldigen. Ze willen uiteindelijk resultaat positieve. Zo zal ik het doen. Positief resultaat met de 6 van staven. Dus ze gaan langzaamaan doen. De 2 van bekers aanbieden. Een einde van struggle, van machtsspelletjes, van wat er dan ook plaats heeft gevonden. En er komt een eerste bericht. Daar schuilt meer achter. Meer emotie, meer liefde. Iemand zal voorzichtig aan zichzelf doen openen. De ander is nog wel afstandelijk, maar dit wil men uiteindelijk bereiken, de 4 van staven. Kan zijn dat je te maken hebt met, even kijken, een steenbok, een ram, een stier. Wat hebben we hier allemaal nog liggen? Kan zijn dat je te maken hebt met een soulmate, met een schorpioen, een tweeling, een weegschaal of een kreeft. Kan zijn dat je
te maken hebt met een schorpioen, met een steenbok, met een boogschutter, met een leeuw, met een waterman, met een stier, met een kreeft of vis. Dankjewel voor het kijken. Als je zegt ik wil tot in de detail, dan kan je een privé-reading aanvragen. Kijk dan even op mijn website of stuur me een mailtje. Dankjewel in ieder geval voor de getoonde interesse. Veel liefde en licht. Namaste.